prettigste. Hij komt helemaal uit België. Hij staat al in de startblokken. Geef hem een warm applaus. Het is Wilfried van der Els. Enorm, hè? Arend Garfunkel is MC geworden. Ik kan goed Nederlands. Wel, Pijnakker. Ik ben Wilfried, ik kom inderdaad uit België. Ik vind het altijd heel blij dat ik hier nog geraakt ben, zeg er zo niet uit. Ik ben deze week wel wat ziek geweest. Ik heb anorexia. Ja, dat een beetje beter. Ja, wel, we hadden nog 3 uur geen honger gehad. Maar daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het elke keer over mijn werk. En ik heb een hele leuke baan, vind ik zelf. Ik werk in de dierentuin. In Antwerpen. De zoo. Dat wil niet de zoo. En dat is leuk. Tenminste, het was vroeger wel nog een pak leuker. Vroeger was het eenvoudiger. Vroeger dan waren wij gewoon dierenoppassers. En dan moest je gewoon oppassen dat er geen dier ontsnapte. Of dat toch tenminste dat niet per weg geraakte. Hele klus. Hè? Jullie van Rotterdam bijvoorbeeld, die weten dat wel met jullie Bokito. In mijn afdeling nooit een dier ontsnapt. Nooit! Wat toch niet ver geraakt. Zo goed zijn wij. Ik sta ook wel in het aquarium. Maakt het een beetje makkelijker. Maar ja, zoals ik al zei, dat was vroeger. Nu heeft marketing zijn intrede gedaan. En het is allemaal erg veranderd. Vroeger was het dierentuin gewoon een tuin met dieren. Dieren in hokken. En dat was het. Nu is er marketing en die zeggen eens, nee jongens, het moet een beetje anders. Vanaf nu is het dierentuin een ontmoetingsplaats waar educatie, recreatie en positief, constructieve reflectie op uw perceptie moeten teweegbrengen. Had je niet gedacht, hè? Dat is de dierentuin voor gestudeerd. En wij zijn geen dierenoppassers meer. Nee, wij zijn vanaf nu dierenverzorger. En ook nog een beetje entertainer en clown. Wij moeten klantgericht zijn, altijd aanspreekbaar. En mensen doen dat. Als je bijvoorbeeld de ruiten aan het poetsen bent, kom altijd al van die mensen. Hé, jij kan dat goed. Ja, kan jij mijn ruiten ook eens doen? Haha, haha. Ja, dat is goed. Breng ze maar. Momenteel is het ook een lastige tijd. Momenteel is het ook de tijd van de schoolreisjes. Dan komen van die kids, die komen allemaal met van die vragenlijstjes. Moeten ze dan antwoorden gaan zoeken in de tuin. Ja, dan heb je dan van die kereltjes. Ja, we vragen snel aan een verzorger. Dan hebben we het meteen. Ja, dat doe ik dat niet. Komen ze aan van, ja, meneer, hebben jullie een groene slang die niet giftig is? Ja, jongen. Ja, meneer, wat is er aan? Ja, een gardena. Gardena, tuinslang, poem. Tuinslang, aquarium, hè. Maar dat was niet anders. Maar het allerergste, vind ik wel, zijn de mensen die een vraag komen stellen die helemaal niks met dieren te maken hebben. En een van de meest gestelde vragen, na de vraag waar is het al in, is zo van, meneer, hoeveel man werkt er hier? De helft. Ja, ik weet ook heel precies, ook op de burelen hebben we wat mensen werken. Dat zijn bijvoorbeeld de biologen. En biologen, ja, dat vind ik rare kerels. Ik heb het niet echt met biologen eigenlijk. Biologen zijn volgens mij zelfs heel slecht voor de natuur. Zijn die geen biologen toch niet? Ook geen poging? Je hebt die bloot nog nooit gehoord. Ja. Wat zeg je nu allemaal? Wel, volgens mij zijn ze slecht. En ik heb al wat leeftijd, ik kan dat weten, en nee, bijvoorbeeld die ook, je hebt ook al wat leeftijd, vermoed ik. Vroeger, de beken, die zaten in de sloten, zaten er vol met kikkervisjes en kikkers en salamanders. Op de weilanden vlogen vogeltjes, vlinders, alles. Maar er waren geen biologen. En toen kwamen er biologen. Je ziet geen kikkers meer, hè? En salamanders, hè? En dat is een link. Daar ben ik heel zeker van. Maar ik heb ook niet als een bioloog een dier gaat bestuderen. Wat doet hij? Het eerste, ligt zo'n verdovingsgeweer, zijn stoer. En dan denk je, dat dier is kloot. En dat dier gaat neer. Dan vliegen ze dan met 5 biologen op en dan gaan ze dat liggen rekken en meten en wegen. Een ring eraan, een oormerk erin, nog een chip erin. Dan gaan ze nog een transponder rond de nek, een accelerator op de rug. Ik denk, ho jongens, rustig. Ik denk dat er echt wel een beetje te veel is voor zo'n simpele nijkever eigenlijk. Nee, ik moet geen biologen. Nee, geef mij maar de mensen uit de tuin. Dat is van de dierentuin zelf. En we hebben niet alleen dierenverzorgers trouwens. We hebben bijvoorbeeld ook wel hoveniers die voor de planten moeten zorgen, het plantenbestand. In Antwerpen hebben we er veel, we zijn de vorige kind. Maar daar kan ik al niet veel gratis over vertellen. Die kerels, ja, hoe zal ik het zeggen, die zijn best oké. En brave jongens, die doen geen vliegkwaad,
Want dan vind ik het probleem. Ik vermoed dat ze ook wat te traag zijn om in te pakken. Nee, ik ben allemaal de dierenverzorgers. Daar ben ik zelf uit. Tegenwoordig kan je zo, voor je voor studeren, voor dierenverzorger. In mijn tijd, toen ik er begon, dan kon je nog zo beginnen in de dierentuin. Je moest solliciteren. Kreeg je wat vragen van een bioloog, dat is wel. En dan bij mij was het bijvoorbeeld van, ja meneer Van der Elst, wat is nu eigenlijk antroponose? Geen idee? Ja, ik had het eigenlijk ook niet. Ik wist het ook niet, maar ik dacht, ja, ik ben een Belg. En Belgen trekken altijd hun plan. Dus ik schrijf op mijn papier, antroponose, dat is een verre oom van mij uit Roemenië, die ik nooit persoonlijk heb gekend. Maar als hij komt te sterven, hoop ik wel van te erven. En die bioloog zei, helemaal fout. Ja, hallo. Ken je mijn familie dan zo goed? En ik ben dierenzorger. Nu tegenwoordig moet je voor studeren. Iemand die dierenzorg studeert? Moet je niet? Ja, jij studeert dierenzorg? Dan is het mogelijk. Oh, ja, nee, je studeert gewoon. Oh ja, dat is wel iets, hè? Ja. Wel, nee, maar je kan ook dierenzorg studeren en dan kom je stage doen bij ons in de dierentuin. En tijdens die stage, ja, moet je van alles leren bij ons, blijf je 5-6 weken. Normaal volg ik kerels heel goed mee, ik kan er goed mee overweg. Maar ik had de laatste keer had ik een kerel kwam tot hier. Ik wist niet meer, alles wist hij beter. Ging hij op bevoeren, ze gaan kijken een beetje uit daar. Nee, ik weet dat wel, hè. Wou je met z'n twee handen tegelijk bij de sieder al gaan voelen? Zeg, hé, pas op daar. Ja, hé, hallo. Hier staat niet Mongool, hè. Zeg, wacht even, jongen, even kijken. Oh nee, dit is mijn S-sukkel, denk ik. Ik denk die kerel, die ga ik een lesje leren, die ga ik een beetje gaan ploten. Ik zeg tegen hem, wel jongen, tegen morgen vroeg, dan ga jij hier heel het filtersysteem uittekenen van onze aquarium. En die kerel totaal onbewogen, tot mijn grote ergernis. Hé, hey, en wanneer moet ik dat dan gaan studeren? Ja jongen, die paar delen die je nu weet, doe je deze nacht maar, hè. Ja, maar als ik nu eens heel de nacht stomende seks heb gehad. Ik zeg, joh kerel, dan schrijf je dat gewoon op met je andere hand, hè. Zeer waar. Nee. Weet je wat ook nog even in de dierentuin, als die komen werken, die vallen niet op, we hebben ook echte gangsters. Ja, echte gangsters, die hebben iets misdaan in hun leven. Zijn ervoor gepakt en moeten onze werkstraf komen doen. Nu, had ik een tijdje terug, had ik een oude kennis van mij. En daar was ik heel erg aan verbaasd, want hij was vroeger een heel erg slimme kerel. Studeerde goed, is zelfs dokter geworden, eigen praktijk. En die staat ineens bij mij om de werkstraf te doen. Ik zeg, man, hoe kan dat nou? Wat heb jij nu hier met z'n gedaan? Ja, zegt hij, het is een beetje gênant, maar ja, ik had seks met mijn patiënten. Man, dat is zo jammer. Ik vond jou altijd zo'n goede dierenarts. Moest ik van stage komen doen. Maar ik was met hem aan het praten en nu blijkt dat, en dat is echt waar, dat 1 maand in de gevangenis gelijk staat met 10 uur bij ons werkstraf doen. Ik herhaal dat even voor hier. 1 maand gevangenis is 10 uur werken in de zoo. Hier in Pijnakken duurt een uur. Dat is normaal, normaal eigenlijk. Hè, joh. Eerste job. Hè. Wel, dat toch valt wel mee. Maar in dit geval denk ik, zeg, ik dacht zo uitkom, ik werk nog 11 jaar in de zoo. Stel je voor, ik heb zo elke 10 uur dat ik gedaan heb, is 1 maand in de gevangenis. Ik heb al behoorlijk wat krediet. Ik kan nog maar 2 mensen vermoorden. Ik heb er nog genoeg over om wat te hard te rijden. Vergeet te parkeren. Toch een bank of 3 overvallen, geen enkel probleem. Beetje parkeerproblemen hier, niet voor mij. Ik sta hier gewoon voor het poort. Als er politie bij komt, hopelijk werkt dat in Nederland ook. Als er politie bij komt, laat ik gewoon een hoofdbrief zien van de zoon. Ik ga ook weer, ik ben wel van de zoon. Hoeveel uurtjes gaan mij dat kosten? Dan ja, rekenen ze uit. En ja, 6 uur ongeveer. Ik ben een Belg, royaal. Ja, kom. 8 uur, man. Die mag je hebben. Maar nu, afbouwen. Want ik heb er nog genoeg uren op staan om je pet af te pakken en je schoenen te zeggen. En ik kan later! Mensen, ik zou jullie willen bedanken. Ik hoop dat ik toch een positief, constructieve reflectie op jullie perceptie teweeg gebracht. Ik dank je. Heel veel van de